Dit jaar op de derde dinsdag van september is prinses Amalia voor het eerst bij Prinsjesdag aanwezig. Ze zit dan met haar ouders in de glazen koets, maar nu al oefenen ze mee. Niet in de koets, maar te paard. Zondagochtend moest ze vroeg haar bed uit om samen met de medewerkers van de stallen de rit door Den Haag te maken.